Er liepen nog heel wat wandelaars zo laat in het molenpark. De reden? Het was weer sprookjestocht. We zijn hier op de Sprookjestocht 2014 en dit jaar waren we weer uitverkocht en dit keer op 4 uur tijd. 900 mensen die dit mee gaan maken, 13 sprookjestaferelen hier in het Molenvijverpark en in het Heempark. Een en al magie en daarvoor doen we het, hè. Wij doen dat vanuit de jeugddienst en wij doen dat samen met de vrijwilligers van Grabbel & Co. Zij brengen hun beste steentje voor in elk sprookje. En we praten toch gemakkelijk over een 30, 40 vrijwilligers die dit te been brengen. De jeugddienst had het weer prachtig georganiseerd, waardoor de wachttijden tot een minimum werden herleid. En ze waren er allemaal. De prinses met de ert, de drie biggetjes, Mary Poppins. Maar het waren vooral de ouders die de sprookjes herkenden. Na de tocht stond de wandelaars lekkere tomatensoep met balletjes te wachten. Het evenement zou nog laat in de avond verder gaan, maar in ieder geval, de jongsten hadden ervan genoten.